is Wendy. We zijn aangekomen bij week 16, ronde 22. En dat is best wel een belangrijke ronde, want we hebben namelijk de hoogte van de deken bereikt. Ronde 22 gaan we niet meer verder de hoogte in. Dus het is de laatste keer deze week dat je een top vierkantje maakt. We gaan hem eventjes opschrijven. Dus heb je je patroon, pen en papier bij de hand? Daar gaan we. We beginnen aan de rechterkant met zijde A. Met tussenvierkantje in 5, 5, 4, 1, 5, 1, 4, 5, 1, 5, 1, 5, 2, 3, 4. Topvierkantje in kleur nummer 1. Laatste topvierkantjes die je gaat maken deze week. Gaan we naar zijde B. Zijde B gaan we haken een tussenvierkantje in kleur nummer 4, 3, 2. 5, 1, 5, 1, 5, 4, 1, 5, 1, 4, 5, 5. En zorg dat je dat weer aan de onderkant gaat herhalen, zodat je weer helemaal rondom gewerkt hebt. En wat leuk zou zijn deze week is, laat eens een fotootje zien van je patroon wat je getekend hebt. Als je met mij meegekleurd hebt of zelf je tekening gekleurd hebt, laat hem eens zien, want het is echt de moeite waard om eigenlijk al deze kleurtjes te zien. Heel veel succes deze week. Dus je laatste top vierkantjes ga je haken. Ik wens je heel veel succes. Ga je met mij meehaken. Heel veel plezier met de volgende filmpjes. Graag tot volgende week. En veel haakplezier. Dag!